Laten we de avond beginnen bij een tijdelijk café. Leegstaande pannen genoeg, moeten ze hier gedacht hebben. Dus de eerste stop van de avond, Club Kat op het Kruisplein. Hey, Dave. Hi. Welkom in Club Kat. Club Kat, wat is dat? Het was een oude zwarmentent. Met een onwijs mooi balkon en wat een raar freaky gevoel. We hebben alle drie een heel andere achtergrond. Vertel. Ik regisseer normaal films. Ja. Dus ik heb nu hier vooral het visuele gedeelte gedaan. De aankleding, het filmprogramma. Lisa, goed. Ik heb vooral eigenlijk de communicatie tot me genomen en met het muziekprogramma bezig geweest. Content aangeleverd voor de Facebook en de website. En Arna. Ik doe eten, drinken, gezellige sfeer, cocktailtjes. We hebben frozen cocktails. Dus dat, lekkere biertjes. Hoe lopen de zaken? Heel erg goed. Ja, gespierd. Er wordt over ons geschreven in kranten. Mensen hebben naar hun zin. Bijna dat we te weinig uren hebben 's nachts om de avond. We willen het niet afkappen. Het is te leuk. Van de ene tijdelijke kroeg naar de ander. Maar dan eentje in de Rotterdamse Schouwburg. Ik ben erg benieuwd wat daar op het programma staat. Ook in de Rotterdamse Schouwburg van alles te doen rondom het festival. Wat hebben jullie in de kleine zaal? In de kleine zaal hebben we het Scopitone Café. Wat is een Scopitone? Een Scopitone is een film jukebox. Dat is een ding dat halverwege vorige eeuw nogal populair was. Een jukebox die niet alleen muziek afspeelt, maar ook film laat zien. En hoe hebben jullie die vertaling dan gemaakt naar wat jullie daar in die kleine zaal doen? We laten muziekdocumentaires zien. Die documentaires die gaan niet over een ster of over Michael Jackson, maar die hebben vaak een sociopolitieke raakvlak. En ik heb mij laten vertellen dat de bar, er is een bar, dat die open blijft. De bar is open. Onze barman Guido die is elke avond aanwezig. Ja. Het filmfestival werkt dus aanstekelijk bij andere Rotterdamse culturele instellingen. Zo heeft Worm tijdens het festival iedere avond de happening Mind the Gap, samen met het Belgische Gonzo Circus. Maar geen leeuwen en acrobaten. Eens even kijken hoor. Hey, Rut. Hi. Worm, jullie hebben ook iets op het programma staan. Wat kan ik vanavond bij jullie verwachten? Vanavond hebben we eerst Jonathan Reus, een jonge Nederlands-Amerikaanse kunstenaar die iets doet met een iMac. Om dit aan te bieden op zo'n filmfestival? Het filmfestival gaat over beeld, Gonzo gaat voornamelijk over muziek. Die twee brengen we gewoon samen in een mooi programma. Heb je zelf al films kunnen kijken van het festival? Ja, een heel klein beetje. Ja, wat is je favoriet op dit moment? Moeilijk te zeggen. Ik heb eigenlijk vooral korte films gekeken en ik vond Here Is Everything met een sprekende konijntje en een sprekende kat vond ik wel heel leuk. Eer ik een pratend konijntje zie, dan moet er wel heel veel water door de Maas. Of een biertje of 20. Nog 1 week filmfestival te gaan.